Dordrecht vangt vandaag weer een groep vluchtelingen op. Het gaat om 70 mensen. Ze zaten in een noodopvang in Limburg. De vluchtelingen worden weer ondergebracht in een noodopvang op het terrein van Drechtwerk aan de Kamerlingen-Ommersweg. Ze blijven 3 dagen. De bedoeling is dat ze daarna in kleinere groepen worden opgevangen door plaatsen in de regio. De vluchtelingen maken deel uit van een veel grotere groep in de noodopvang in het Limburgse Reuver. Die opvang kwam afgelopen weekend in het nieuws vanwege een uitbraak van schurft. De vluchtelingen komen aan het begin van de avond aan in Dordrecht.